leider. We gaan dan nu zo naar de laatste groep van vanavond. Dus nog geeft mij nog Boy de gelegenheid om me nog één keer te herinneren aan dit heerlijke krentenbrood. Veel van u hebben het al meegenomen. Het is ook zo'n succes dat Bakker Vaags hem ook nog wel even in het programma houdt, denk ik. En ik neem aan dat dan ook elke keer weer een bedrag naar de Klepperklumpjes blijft gaan. Dus u weet allemaal Bakker Vaags te vinden. De laatste groep komt uit Tsjechië. De groep Ivas Jasenka komt uit Jasenka bij Brno uit Zuid-Moravië. Het is een gebied waar men van geld verdienen weet. Brno is dan ook de jaarbeursstad zoals Utrecht in Nederland. Het gebied is ook bekend om zijn folklore, wat dat betreft weer goed te vergelijken met Volendam, Edam en Marken. Zo bekend is het. Ook bekend is, en waarschijnlijk weet u dat, de bekende Tsjechische borrel Slivovic. Laat dit drankje nu ontwikkeld zijn door ene meneer Jelinek. Zou die man daarna naar Nederland geëmigreerd zijn om ons als stichter van de Jelinek Kliniek juist weer van die Slivovic af te helpen? In ieder geval is het doel van deze groep, zowel in binnen- als buitenland, om de liederen, de dansen en andere uitingen van de folklore in stand te houden. En de groep heeft dan ook al een lange geschiedenis. In 1944 werd de groep opgericht en de Klepperklumpkes zijn dan wel dit jaar 50 jaar, maar zij zijn 60 jaar oud dit jaar. Ze laten u een aantal dansen zien waarin muziek, dans en zang op een prachtige manier worden gecombineerd. En ook al voldoet deze bijdrage weer meer aan ons normale beeld van volksdansen, het is er niet minder bijzonder om. Geniet u van Ivas Jasenka.
Treba se znám libizí a lajzom, aj liti bum bum jatelu. Hej!